Welkom bij Open Collaboration Day nummer 6. Vandaag het thema Every Mind Matters. Stress, overspannen, werkdruk, we hebben er allemaal mee te maken. Maar hoe herken je het bij jezelf en bij je collega's? Ook wel vereerd om hier iets te mogen zeggen over dit thema. Stress en werkdruk is toch wel iets wat gewoon heel belangrijk is. Geldt voor iedereen op zijn eigen manier. Maar ik denk dat we ons, en dat is hetgene wat ik jullie graag op persoonlijk vlak wil meegeven, allemaal dit onderwerp ook persoonlijk belangrijk moeten vinden. Voor jezelf, maar ook voor de personen met wie je werkt, die we in de gaten moeten houden, waarop we moeten passen en waarop we moeten zorgen dat we ook allemaal op een gelukkige manier ons werk doen en allemaal een beetje blijven staan en lol in hebben. Onno, je hebt net de opening gedaan van de Open Collaboration Day. Ja. Het thema Every Mind Matters. Is het nou voor ons als bouwbedrijf nog extra moeilijk om dit thema te behandelen? Nou, ik denk in ieder geval dat wat ik in mijn 6 maanden bouwbedrijf heb meegemaakt, voor mij nog heel kort, het in ieder geval duidelijk is dat bij BAM veel dingen veranderen. We hebben te maken met veel innovatie in onze eigen processen. Denk aan digital construction, denk aan printing, denk aan alle processen waar wij zelf mee bezig zijn. Ook in de kantoororganisatie om onszelf te verbeteren. Een organisatie als BAM is enorm in beweging. En met de prioriteiten die komen uit dat soort innovaties, die komen uit de One BAM gedachte, One BAM beweging. Betekent dat we daar allemaal wel enorm mee moeten dealen. En dat het wellicht relevanter is voor BAM, zeker nu, om te kunnen gaan met druk, met werkdruk, om echt iets te leveren in die omstandigheden, dan dat het misschien op andere punten zou kunnen zijn. Voor in 94 voet ik aan de rol. Aan de shirt heb ik niet gedaan. Harold, je hebt hier net een presentatie gegeven. Defensie, topsporter. De meeste mensen zullen je kennen van Expeditie Robinson. Maar wie is Harold? Ja, ik ben meer dan alleen Expeditie natuurlijk. Ik, als je al zei, oud militair, oud topsporter. Natuurlijk ook nog vader en partner van kinderen, van een hele lieve vrouw. En als je het over druk en over spanning en stress ervaren, in al die omgevingen waar ik heb mogen acteren, waar ik ben geweest in mijn leven, zowel als militair, topsporter of als Robinson deelnemer, of als vader of als partner, heb je met spanning en druk te maken. En wat ik eigenlijk heb ontdekt, dat je met 5 stappen, zeg maar, als je daarop durft te leunen, op je eigen zelfvertrouwen, vertrouwen in de ander, strategie durft te bedenken, aanpak durft te bedenken die jou helpt om grip te houden op de situatie, wat je vertrouwen weer als het ware groter maakt, daar dan zeg maar de focus en actie op gaat afstemmen, dan komt het resultaat vaak vanzelf. Het is ook een goed gevoel en een gevoel van grip en controle. 6, 2, 1, 10. Rob, achter ons loopt de klok weer terug tijdens druk. We hebben net de Zakse Zaken gespeeld. Wat was de bedoeling van het spel? Het doel was dus uiteindelijk om druk te simuleren. En werkdruk, druk die je ervaart wanneer dat je aan het werk bent, dat is natuurlijk een van de componenten die er uiteindelijk voor kan zorgen dat je eventueel uitvalt. En dat hebben we de mensen willen laten voelen. En het doel van vandaag, eigenlijk is Every Mind Matters, dat is het thema van vandaag. Waarom is dit thema zo belangrijk? Het thema is heel belangrijk omdat we in een sector zitten waarin de marges heel erg laag zijn. We moeten snel werken, we moeten innovatief werken. En daarbij hebben we iedereen nodig. Dus vandaar ook Every Mind Matters. En dat in een tijd waarin dat iedereen steeds meer onder druk staat. Waar of niet waar? Gemberthee vermindert angstige gedachten. Waar? Correct. Yeah! Naast me staat Femke Verkerk, case manager bij BAM. We hebben vandaag heel veel signalen behandeld van die druk. Waar kan iemand terecht binnen BAM? Zodra ze de druk ervaren, of in ieder geval ook stress zien, is het eigenlijk in eerste instantie proberen bij je leidinggevende terecht te komen. Nou, lukt dat niet of wil je dat liever niet daar kwijt? Kom dan zeker bij de case manager langs. Die kan je terugvinden op intranet, wie bij jou thuis hoort. En dan kunnen wij het gesprek met jou aangaan wat we voor jou kunnen bieden. En wat is jouw persoonlijke boodschap die jij aan de mensen vandaag wil meegeven? Op het moment dat je last ervaart, maak het bespreekbaar. Maakt niet uit met wie, maar maak het bespreekbaar en probeer er je voordeel uit te halen. Want het is ook heel goed om daar wel iets mee te doen. Je wordt alleen maar sterker van. Raakt het jou? Ja, ik denk dat ik wel. Nou ja, ik denk dat het heel veel mensen raakt. En zeker ook wel in een jonge leeftijdscategorie, dat je best wel veel druk voelt om te presteren. Het spreekt zeker aan. Dus ja, het was informatief vanmiddag. Ja. Wat zijn nou signalen die jij aan de mensen hebt meegegeven? Signalen die ik aan de mensen heb meegegeven is, let op je collega's, in wat voor vorm dan ook. Vaak ziek zijn of werkdruk ervaren. Ja, heb een stuk persoonlijke aandacht voor je collega's als je merkt dat iemand niet goed functioneert of niet lekker in het vel zit. Dit
Dit was hem weer, de 6e Open Collaboration Day. Every Mind Matters. We denken soms dat we de hele wereld aan kunnen, maar niemand is immuun voor stress. Zie jij bij jezelf of om je heen nou ook signalen? Twijfel niet en praat erover of neem contact op met een case manager. Ik zie jou de volgende keer weer bij de Open Collaboration Day.